handmatig zo'n chip rond dat pootje krijgen, dat is voor mij onmogelijk. Daarom heb ik iets bedacht om dat vlot te kunnen doen en ook zonder dat duifje pijn te doen. Dat was voor mij het voornaamste. Nu gaan we het een keer op de betere manier proberen en zo gaat dat voor mij beter lukken. Ik schuif eerst de chip erop, dan kan ik beter dat duifje eerst nog een beetje vastgezet. Maar nu is het al goed. Nu leg ik dat pootje erin en nu schuif ik de chip eraf en de chip zit rond het pootje en zonder pijn aan dat pootje. Hé hey, matje, als je moet zijn, hé? Sloeberig. Zo simpel gaat het. Een eenvoudig hulpstukje maakt het ringen van duiven een pak makkelijker. August maakte een tijdje geleden zelf een ontwerp en zocht naar een bedrijf dat zijn uitvinding op grote schaal kon produceren. En dat bedrijf heeft hij nu ook gevonden. En dat gaat wereldwijd verdeeld worden door de Smeesdom Plastics van Sint-Truiden. Dat is een firma die wereldfaam heeft en die van alles en nog wat maken voor dierenbenodigdheden. Ze hebben mij bevestigd dat ze binnen 4 weken in productie gaan. Want de matrijs was nog per schip naar hier onderweg van China. Dus binnen 4 weken zouden ze zijn, hebben ze gezegd, ja. Zijn hulpstukje bestond nog niet. Het is volgens August dan ook uniek in de wereld. Een patent op zijn uitvinding heeft hij niet en August wil er ook geen geld voor. Hij hoopt alleen dat hij veel duivenliefhebbers kan helpen. Het is mijn uitvinding, maar ik heb dat gratis gegeven aan die firma om liefhebbers gelukkig te maken. Ik ben er zelf ook gelukkig mee, dus ik wil dat iedereen zo'n toestelletje kan kopen. Want het gaat 2 keer niks kosten. Een beetje plastic, u weet het ook, dat is, het gaat zeker en vast niet duur zijn. Voor de prijs gaan ze het niet moeten laten. Ik hoef er niks voor terug, ik hoef er geen geld voor. Ik ben tevreden met de eer, als ik het zo mag zeggen. Dus ik voelde mij er goed bij. Ik ben gelukkig, ja.